500 jaar geleden ontketende Maarten Luther met zijn 95 stellingen een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Hoe heeft het gedachtegoed van de Reformatie zich ontwikkeld en hoe relevant is het nog vandaag? In deze videoles gaat professor Arnold Huigen op zoek naar de flexibele Calvijn. Vasthoudend maar niet star. Welkom bij deze videoles als onderdeel van de cursus Reformatie Nu. In deze les gaat het over uh, Calvijn. Uh, calvijn staat bekend als buitengewoon star. Uh, maar wat we in deze les gaan zien is dat Calvijn toch ook wel degelijk flexibel kon zijn. En dat flexibiliteit en tolerantie voor Calvijn op een bepaalde manier ook deugden zijn. Ja, laten we beginnen met het beeld van Calvijn. Uh, Calvijn heeft servet vermoord. Hè? Dat is het, het populaire beeld. Uh, uh, servet die net even iets anders dacht. En Calvijn ging achter hem aan en die heeft hem achterhaald. En uiteindelijk, servet verbrand op de brandstapel. Um, nou gaat Calvijn zeker niet uh, vrijuit in deze kwestie, maar het is wel goed om even te bedenken: één, dat het lastig is om een persoon te beoordelen aan de hand van. Eén gebeurtenis uit zijn leven. En twee, dat wat er met Servet gebeurde, eigenlijk ook in elke andere Europese stad had kunnen gebeuren. Servet ontkende namelijk de leer van godsdienheid. En dat was Rijkswet. En als Calvijn Servet die leer had laten verkondigen in Genève, dan was Genève zo geïsoleerd geraakt dat misschien wel uh, de hele stad verloren zou zijn gegaan voor de Reformatie. Dan nog uh, kun je je bedenkingen erbij hebben, maar het is altijd goed om bij dit soort dingen het wel in een verband te plaatsen. En dat hele beeld van die uh, starre Calvijn, ja, dat klopt eerlijk gezegd niet zo heel erg met de werkelijkheid. Voorbeeld: Calvijns avondmaalsleer. In de loop der tijd verschuift hij gewoon, uh, hij begint eigenlijk in de buurt van Luther. Vervolgens ontwikkelt hij min of meer zijn eigen avondmaalsleer en dan uiteindelijk sluit hij een overeenkomst met Poelinger. En dan maakt hij dus een hele ontwikkeling door. Kennelijk kon dat. En de avondmaalsleer, dat was niet, niet zomaar iets, dat was een van de belangrijkste punten van de reformatie. Als je Calvin vergelijkt met Luther, dan was Luther karakterologisch ook veel starder... Dan Calvijn. Calvijn is meer de, de humanist die uh, antwoorden weegt, die met argumenten kan omgaan en die en desnoods ook nog eens een keer van mening kan veranderen. Toegeven dat je van mening bent veranderd, ja, dat was voor Calvijn nog wel moeilijk. Maar voor wie eigenlijk niet? En ik, ik wil in deze les naar een paar dingen kijken en ik wil nu graag de stap maken naar de flexibiliteit van God. God die mensen tegemoet komt. Calvin schrijft erover aan het begin van zijn behandeling van de leer van de drie eenheid, dat God op allerlei menselijke manieren zich laat kennen. En dat er ook allerlei menselijke woorden zijn om over God te spreken. En dat is iets bijzonders. Als God zijn eigen taal zou spreken, zegt Calvin, dan zou niemand hem begrijpen. God is veel te groot, veel te verheven. Maar hij zoekt ons op in onze taal. En hij gebruikt die gebrekkige menselijke taal van ons en hij gebruikt ook allerlei beelden om ons tegemoet te komen. En niet alleen doet God dat in, in taal, maar hij gebruikt ook allerlei middelen om ons op te zoeken. Het avondmaal en mensen die hij op ons pad zendt. God gebruikt allerlei verschillende manieren om ons op te zoeken. Is dat dan niet inconsequent, werpt Calvijn de vraag op. Doet God dat dan eigenlijk wel goed? Ja, dat doet God wel goed, want, zegt Calvijn, vergelijk het met een boer... die zijn kinderen in de zomer andere instructies geeft dan in de winter. Ja, dat is logisch, want in de zomer moet er worden geoogst... en in de winter heb je andere taken. Be betichten we zo'n boer van um, al te flexibel zijn... Zeggen we dat hij niet weet wat hij wil? Ja, natuurlijk wel, maar de tijd is veranderd. Nou, zo zegt Calvijn, is het met God ook. Ja, onder het Oude Testament heeft God bepaalde dingen gezegd en onder het Nieuwe Testament worden bepaalde andere dingen gezegd. Maar dat heeft te maken met de voortgang van de tijd. Want zo is God. God is als een vader, zegt Calvijn, die rekening houdt met de draagkracht van zijn kinderen. En kleine kinderen, daar ga je anders mee om dan met volwassen kinderen. Nou, zo doet God ook. Dus God past zich aan het menselijke begripsvermogen aan en aan de verschillende fasen van de mensheid. Calvijn schetst dus God als degene die de mens echt opzoekt en die daar heel ver in gaat. Um, hoe werkt dat dan? Uh, en is dat uh, eindeloos? Nee. Uh, Calvijn's flexibiliteit en de manier waarop hij Gods flexibiliteit schetst, die zijn zeker niet eindeloos. Want voor Calvijn is wel heel erg belangrijk dat er verschil is tussen Oud en Nieuw Testament. Het is vooral de eenheid van die twee die hij benadrukt, maar het is ook verschil. En dat blijkt met name op het moment dat Jezus Christus is gestorven en opgestaan. Dan is het offer gebracht. Dan is het Nieuwe Testament echt goed van de grond gekomen. Maar ja, als Calvin dan leest dat in handelingen de apostelen naar de tempel gaan, dan uh, lijkt dat wel een beetje problematisch. Ja, wat gaan ze dan in die tempel doen? Want uh, in die tempel, daar is de offerdienst en dat is toch niet meer nodig, nu Jezus Christus het offer heeft gebracht. En op, op zo'n punt is Calvijn dan wel vrij strikt. En dan zegt hij ja, ze gingen naar de tempel om geen andere reden dan dat daar heel veel mensen bij elkaar waren. Niet echt een geloofwaardige exegese, zou ik zeggen. En daar zie je bij Calvijn ook wel een bepaalde uh, systeemdwang. Maar goed, um, laat dat zo zijn. Toch het grote plaatje is dat je ziet dat God zich aan het begripsniveau van mensen aanpast en dat hij mensen echt opzoekt waar ze zich bevinden. Dat is Gods flexibiliteit, zou je kunnen zeggen. Het tweede, dat heeft te maken met uh, tolerantie. Tolerantie vinden we namelijk ook bij God. En het is van belang om hier te bedenken. Calvin was van opleiding helemaal geen theoloog, maar hij was jurist. En hij was heel erg geïnteresseerd in wetgeving. Met name ook oud-testamentische wetgeving. En als Calvijn die wetten uitlegt die God zijn volk gaf, dan benadrukt hij dat God liever handelt als een vader dan als een koning en zeker dan als een despoot. Dus God geeft die regels zo vorm dat ze het volk verder brengen. Ze hebben een pedagogisch doel meer dan een strikt juridisch doel. En als God een regel stelt, dan klinkt daarin altijd iets door, zegt Calvin van. ...redelijkheid of billijkheid. Het Latijnse woord is equitas. Een juridische term die in Calvijn's tijd onder humanisten het heel goed deed. En dus je moet een wet niet op de meest rigide manier hanteren... ...maar je moet, het, je moet redelijk zijn. Hè? Je moet zoeken naar billijkheid. En Calvijn zegt dat God dat ook doet. Nou ja, hoe dan? Want er staan nogal wat dingen in het Oude Testament... Nou, Calvijn heeft een aantal, je zou kunnen zeggen, interpretatiestrategieën, manieren om eh, die oud-testamentische tekst uit te leggen. En hij, is, hij benadrukt dan dat, dat God inderdaad graag tolerant wil zijn voor zijn kinderen. En dat God dus ook wel eens iets toestaat waarvan je nu zou zeggen: Ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet goed. En Calvijn zegt: Ja, God doet dat omdat Hij mensen de ruimte geeft. Het is dus, eh, als mensen verkeerde keuzes willen maken... dan staat God dat soms toe. Want daar kunnen ze uiteindelijk... dan ook van leren. Ja, het wordt wel moeilijk... bij bepaalde testamentische passages... Dat, dat, dat God niet alleen iets, uh, iets toelaat... maar ook echt iets gebiedt. Uh, bijvoorbeeld... Uh, het, als je een vrouwelijke krijgsgevangene wilde trouwen... Nou, dan staat er in, in Deuteronomium beschreven... Uh, hoe je daarmee om moet gaan. Uh, een periode van afzondering en dergelijke, en dan uiteindelijk is dat mogelijk. Uh, Calvin zegt ja, het beste was geweest dat dat helemaal niet voorkwam, want Israël moest apart leven. Maar goed, hier zie je nou hoe God dan toch ruimte geeft voor eigenlijk de zwakheid van die mensen. Goed, laat het zo zijn dat dat soort interpretatiestrategieën uh, geregeld wel uh, werken, maar. Uh, Soms gebeuren er ook dingen waarvan je zegt, is dat wel goed? En dat lijkt dan toch maar heel goed te passen in Gods uh, grotere plan. Een koning, mocht Israël nou wel of geen koning hebben? Het was niet goed. En het moest eigenlijk niet. Maar het volk houdt aan, dan krijgen ze een koning. Maar dat was uiteindelijk ook wel weer nodig omdat David er moest komen, de grote koning, de man naar Gods hart. Ja, Calvijn vindt dat toch vrij ingewikkeld. Helemaal lastig wordt het eh, als Calvijn stuit op oud-testamentische teksten, die hij als humanist toch echt eh, barbaars vindt. Neem eh, de bepaling dat als een volk je vredesaanbod verwerpt, dat dan iedereen gedood moet worden. Calvijn vindt dat toch eh, tamelijk eh, barbaars. Of de, de bepaling die in Exodus 21 vindt: dat na zes jaar mocht een slaaf vrij uitgaan. Nou, prachtig, dat is heel mooi. Maar als die slaaf in die tijd getrouwd was, kinderen had gekregen, dan blijven vrouw en kinderen bij zijn vorige eigenaar. En dan kan hij dus kiezen of zijn vrijheid, maar dan alleen. Of hij geeft zijn vrijheid op en hij verbindt zich opnieuw aan die uh, eigenaar. En dan kan hij bij zijn vrouw en kinderen blijven. Ja, Calvijn zegt: Ja, dat, dat kun je toch van mensen zo niet vragen. Hoe kan God dat ooit toestaan? God staat een heleboel toe, maar staat hij nou niet het verkeerde toe? En wat Calvijn dan, uh, dan doet, typisch doet, niet alleen bij deze tekst, maar bij een aantal van dat soort teksten. is dat hij zegt: Ja, als God dit niet had gezegd dan was het allemaal nog veel erger geweest. Dus als God niet had gezegd dat de slaaf mocht gaan, dan bleef hij altijd slaaf. Als God het bepaalt dat die slaaf mocht gaan met vrouwen en kinderen, ja, dan liet natuurlijk geen enkele slaveneigenaar meer slaven met elkaar trouwen. En dat zou allemaal nog veel erger zijn geweest. Ja. Soms merk je dat Calvijn ook stuit op de grenzen van wat hij op deze manier kan uitleggen. En eerlijk gezegd vind ik dat ook wel mooi. Dat je niet overal een verklaring voor hebt, maar dat er ook passages zijn waarvan je zegt, ja maar hier weet ik het echt even niet. De passage van, van Agan, die ter dood wordt gebracht met zijn hele familie. Aghan heeft gezondigd, maar waarom moesten nou ook die kinderen erbij? Die, die wisten er waarschijnlijk niet van. En dan zegt Calvijn dat hij dat ook niet weet. En, en natuurlijk zegt hij erbij dat we het dan moeten overgeven. en dat we ook niet te speculatief moeten nadenken en zo. Maar eerlijk gezegd vind ik het wel gezond. dat uh, zelfs Calvijn af en toe moet zeggen. dat hij iets niet weet. Dus um, als het gaat om Oud-testamentische wetgeving. dan, dan ziet Calvijn daar. dat God steeds het goede zoekt. en dat ook als de wet niet perfect kan zijn. ...dat het in ieder geval bedoeld is om het volk iets dichter te krijgen bij het ideaal. En dat ideaal is dan toch uh, ingegeven door Calvijn's eigen humanisme. Een derde en uh, laatste aspect van de flexibele Calvijn. Tot nog toe ging het over God. God die mensen tegemoet komt. God die tolerant is in wetgeving. Maar Calvijn benadrukt ook heel sterk dat wij mensen... Ons ook aan de ander moeten aanpassen. Hij vindt een aanleiding in een tekst uit 1 Corinthe 9, waar Paulus zegt dat hij alles is geworden voor iedereen, opdat hij sommigen zou winnen. En Calvijn verknoopt dat eigenlijk met een humanistisch ideaal dat hij bij Erasmus vond. Calvijn is wat dit betreft ook totaal niet origineel. Maar het is goed dat je je aan andere mensen aanpast. Erasmus ging daarin heel ver en zijn ideaal was de kameleon. De kameleon die zich aan elke context kan aanpassen en zich dus ook onzichtbaar weet te maken. Maar goed, als je je aan iedereen zo vergaand aanpast, sta je dan wel ergens voor, heb je dan al een ruggengraat. Calvin zegt: Wij moeten ons zoveel mogelijk aan mensen aanpassen, maar het hangt wel van de context af. En dat zie je in de Bijbel, zegt Calvin. Paulus um, besnijdt Timotheus, lees je in Handelingen 16, maar Paulus besnijdt Titus dan weer niet. En dan maakt hij een groot punt van, tegenover Petrus in een discussie. Waarom doet hij het nou de ene keer wel en de andere keer niet? Nou, de context verschilt. Ja, oké, okay. maar hoe kun je dan bepalen in welke context je je wel of niet aan andere mensen moet aanpassen? Nou, een paar criteria. In de eerste plaats, aanpassen moet je je doen aan zwakken en niet aan sterken. Dus als mensen anders de boodschap van het evangelie niet kunnen dragen, dan moet je je aan hen aanpassen. En pas je niet aan aan mensen die van zichzelf al sterk zijn. Tweede, pas je aan om mensen tot Christus te brengen. Dat was de intentie van Paulus. En daar moet het ook ons om gaan. En drie pas je alleen aan in wat dan wordt genoemd middelmatige zaken. Dus als het niet echt principieel is. Natuurlijk roept dat de volgende vraag op. Ja, wat is er dan principieel en wat is er niet principieel? Nou goed, dat wordt bij Calvijn dan niet helemaal duidelijk in die passage. Uit, uit heel zijn werk komt dat wel. Maar laten we er dit uit meenemen: dat het gewoon goed is dat we andere mensen zoveel als mogelijk is tegemoetkomen. Calvijn stelt dat, maar het mooie is, hij heeft dat eigenlijk zelf ook gedaan. Bijvoorbeeld in die avondmansleer. Er was een verschil tussen Zurich en Genève. En Genève um, en, en raakte geïsoleerd en Calvijn had ook politiek heel hard een overeenkomst nodig. Oké, okay. maar hij had dan toch maar de flexibiliteit om Zurich tegemoet te komen, letterlijk, he, door er naartoe te gaan. Want Boelingen kwam niet. En daar. In no time een overeenkomst te maken, dat zegt iets over een bepaalde attitude, een bepaalde benadering van mensen. En zelfs in zoiets fundamenteels als de avondmansleer. Nou, en ik denk dat als we er zo naar kijken en dat erbij betrekken, ja, dan is Calvijn nog steeds niet de meest flexibele mens op aarde geweest. Maar hij was in ieder geval veel en veel minder star dan hij vaak wordt gezien.